Bij verziendheid is de gezichtsscherpte zonder bril of lenzen veraf beter dan dichtbij. In de normale situatie worden lichtstralen precies op het netvlies gebundeld. Bij verziendheid breekt het lensstelsel van hoornvlies en ooglens de binnenvallende lichtstralen niet sterk genoeg. Het brandpunt valt hierdoor achter het netvlies, waardoor op het netvlies een onscherp beeld ontstaat. Geringe verziendheid kan nog worden gecompenseerd door de lens aan te spannen. Dit heet accommoderen. Maar in de verte zien kost veel inspanning vanwege het voortdurend accommoderen. Er ontstaan vaak klachten van vermoeidheid en hoofdpijn. Een bril of contactlens met plusglazen kan verziendheid corrigeren. Ook is correctie mogelijk door middel van refractiechirurgie. Het brandpunt van de lichtstralen verschuift naar voren, zodat het beeld scherp op het netvlies komt te liggen.